Friends of Sports. Deze Welkom bij MidMid Kick and Rush. Tim Wieland is aan het genieten van een welverdiende vakantie, dus heb ik de zware taak om zijn plaats hier in de centrale zetel over te nemen. Gelukkig word ik daarbij gesteund door twee fantastische gasten. En want we hebben een primeur. We hebben voor het eerst een... Speler, de gast die nog in de Premier League gespeeld heeft. En dan heb ik het niet over Jelle Tak. Nee, net niet. Ik werd er net niet geraakt, Leroy. Jelle Tak, uh, die deze week wel Jack Grealish mocht interviewen via Skype ja. voor uh, PlaySports. Na nou, de wedstrijd uh, Aston Villa-Arsenal. Dat is dan een, een, een van de voordelen van, van de coronacrisis. Dat je dan uh, spelers te, te pakken krijgt die je normaal zien nooit te pakken krijgt. En even een interview gedaan, maar dat was heel kort. Dus dat uh, was wel plezant. Ja, zag er leuk uit en... Uh... De andere gast heeft meer dan 50 wedstrijden voor Burnley gespeeld, waarvan 51 in de Premier League. Welkom Steven de Voer. Dank je. Alles goed? Goed, goed, goed. Je zit hier in uh, Wielerplunje? Ja, ik dacht uh, de zon schijnt. Ik dacht, ik ga weer eens fietsen. Hè. Uh, van waar kom je met de fiets? Hoe lang heb je er over je fiets naar hier? Uh, ik kom uh, ja, van Antwerpen, dus uh, ik heb er iets meer als een, uh, een Rukken over gedaan: 38 kilometer. Dus, dat uh, Um, dan heb ik goed nieuws. We gaan het niet zo heel lang over uw situatie hebben als speler, maar we moeten het toch vragen, want anders zouden we slechte podcasters zijn. Is er al nieuws op transfervlak van Rond- Steven de Voer? Ja, er beweegt altijd. Wat, hè. Er is wel concreet interesse, maar ik wil, allez, aangezien ik toch een vrije speler ben, wil ik wel uh, mijn tijd nemen om, uh, om de goede beslissing te nemen. Ik hoorde dat uh, Bart Canaerts uh, een poging had gedaan om jou te overtuigen naar, naar KV Mechelen te gaan. Ja, we basketten samen, hè? dus uh, hij was uh, tijdens die, die... onze basketwedstrijden wel regelmatig bezig over, uh, over KV Mechelen. Ja. Zijn er zoveel supporters van KV Mechelen die echt wel druk zetten om jou naar, ja, naar achter de kast te brengen. Ik, ik heb wel veel vrienden ook van vroeger en zo waar ik dan mee samen heb gespeeld en zo. En ook, uh, ja, die dan ook altijd zo, om te zoveel nog, eens vragen, heeft nog iets vragen. Steven, nog iets gehoord van KV Mechelen of zo. En dan, uh, ja. Is er nog interesse uit de Premier League voor uh, Steven de Voer? Het interesse uit de Premier League, dat denk ik, uh, dat denk ik, heb ik ook zelf, allee, zelf aan de kant gezet. Dat is geen optie. Anders was wel. ik ook, uh, bij Burnley, anders ja. was ook bij Burnley gebleven. Dat was dat op zich wel uh, superplezant was. Dat. Voilà, oh. tot daar het verplichte stukje over uw eigen uh, herrie situatie. Uh, ja, we hadden het al aan. Je hebt, uh, denk ik, drie seizoenen bij Burnley gespeeld. Ja. Uh, wij zijn eigenlijk hier met z'n tweeën enorm verwonderd dat die weer op hun doodgemak uh, negende geworden zijn of negende staan in de Premier League. Ben jij daar nog door verbaasd eigenlijk? Eigenlijk niet. Um, ik was het eerste jaar wel uh, van... Ja, verwonderd. Omdat je, ja, ik ben altijd overtuigd geweest dat uh, balbezit en, en offensief voetbal of, of heel attractief uh, voetbal, ja, dat, dat uh, de wedstrijden wint natuurlijk. Hè, maar dan, heb je, dan kom je een coach tegen die dan eigenlijk uh, vrij direct en ook met de kwaliteiten van de spelers uh, en die, uh, die volledig uitbuit en uh, ja, die daar ook veel wedstrijden mee wint. Ja, want als je kijkt naar die kern van Burnley, heb ik zo niet het gevoel dat er zitten, als, ik vermoed als jij de vijf beste spelers moet noemen waar jij mee samengespeeld hebt in je carrière, dat daar niet echt een speler van Burnley tussen gaat zitten. Nee, maar als je zegt, qua, als je zegt de, de, de beste ploeg of de beste club waar ik heb gespeeld, qua, als je dan alles te samen neemt, dan zeg ik wel Burnley. Omdat mm -hmm. die zo'n fantastische teamspirit hadden en ook die hele club, die zijn, dat zijn allemaal heel harde werkers. En... en, en ja, dat was gewoon plezant En ook als je daar, als je daar niet speelde. Iedereen steunde elkaar. En dan heb ik altijd wel allee, anders geweten. Dus heb je daar eigenlijk echt thuis gevoeld, onmiddellijk? Ja, absoluut. In het eerste seizoen vroeg ik me wel af, ja, wat, wat doe ik hier? Mm. Ja, ik wou toch wel voetballen. Maar dan eigenlijk een paar goede gesprekken met de coach met de coach gehad. en dan eigenlijk in die zomer, na dat eerste seizoen, gezegd van fuck it, uh, ik ga gewoon een keer doorgaan en dan. Uh, ja, de coach heeft eigenlijk wel altijd in mij geloofd, maar uh, hij verwachtte van mij dat ik mij zou aanpassen aan de ploeg en, en de ploeg niet aan mij. Is dat, is dat de kwaliteit van Sean Dyche, dat hij het zo fantastisch kan doen met ja, zeg maar een beperkte kern voetballers? Uh, dat, ja, dat hij een ploeg kan smeden? Ja, hij is zijn grote een fantastische people manager ja. en ook, hij selecteert ook altijd zijn spelers in functie van de ploeg, dus hij gaat echt naar bepaalde karakteristieken. Uh, op zoek die bij de ploeg passen, bij de club passen. Die dus hij gaat geen bijvoorbeeld uh, geen spelers die een bepaald karakter hebben, die zullen nooit in, in, in de club komen. Ook al zijn ze misschien qua publiciteitswaarde of zo, of, of zijn ze individueel wel supergoed, maar mm -hmm. dan komen die ook wel nooit in de ploeg. Ja, ik heb er al, veel, al een paar artikels over gelezen over, over Sean Dyche hoe, dat, hoe hij werkt. Het is blijkbaar een heel uh, ja. Er stond nu een artikel op de BBC dat een totalitaire manager is, dat hij alles onder controle wil houden. Is dat ook effectief zo? Ja, hij doet alles. Hè. Hij, heeft, hij heeft eigenlijk de, de, de ploeg van, um, ja, eigenlijk van nul opgebouwd. Hè. Dus hij heeft die ploeg overgenomen toen in de middenmoot van de Championship ja. zaten. Hij ja, heeft, heeft zich gered van de Championship en dan daarna, het seizoen daarna kampioen geworden. Direct teruggezakt, wel. Mm -hmm. Direct terug kampioen geworden en dan. Uh, nu in bezig en, aan die opmars. Ja, dus hij heeft, maar hij heeft ook wel een plan. Je ziet ook wel, want hij weet ook, ik kan nu niet het spel spelen wat ik misschien zou willen spelen, mm -hmm. maar stap per stap gaat dat wel lukken. In dat tweede seizoen dat ik daar was, toen waren we op een bepaald moment ook vierde, zijn we ook zevende geëindigd, en dan, dan zag je dat er ook veel meer voetbal in kwam, dat, er veel meer, uh, dat, het, dat het ook veel, veel beter uit Maar natuurlijk, uh, ik kan dat niet altijd doen, en dat weet hij heel goed. We zien ook af en toe zo um, interviews na de wedstrijd. En bij momenten komt hij daar heel grappig over. Ook. Is, 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 is het een, een man met humor? Ja, absoluut. Typisch typische Engels, 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 ja? Ja, Engelse humor. En dat is uh, ja, ook als je, hij, hij voelt perfect ook dat moment. Dan ook, als er iemand ontevreden is als hij eens op de bank zit, dan kan hij daar ook, uh, ben je daar ook ineens grapjes mee te, uh, uit te halen en zo. Dus dat hij, dat trekt dat weer ontspant en zo. Dus. Um, hij voelt dat, dat momentum ook perfect aan. En ook soms als iemand een tijdje ongelukkig is, dan roept hij er ook gewoon even in, in, uh, bij, hem, bij hem binnen voor een beetje uit te leggen. Dus het is ook iemand die, die heel goed het uh, familiale aspect uh, ja. begrijpt. Ik heb hem nu voor het eerst uit, een beetje uit zijn roze gevallen: dat hij uh, wat kritiek had op, op zijn, op zijn voorzitter, op Mike Garlic. Um, wat betreft die contractsituaties van, van Jeff Hendrick en, en Aaron Lennon en Joe Hart, die allemaal uh, weggestuurd zijn omdat ze niet wilden verlengen. Dus hij wil wel vooruit met die club heb ik de indruk, maar heb jij een idee van waar, naar waar dat het kan gaan met Burnley? Is dat een stabiele middenmotor of moeten ze, moeten ze toch de stap denk, kunnen zetten naar, naar, naar hoger? In de Premier League moet je altijd evolueren om stabiel te blijven, hm. dus je mag nooit zeggen van oké, okay, we zijn er nu, we moeten, want als je kijkt naar West Brom bijvoorbeeld, die zijn zoveel jaren een stabiele middenmotor en dan op één seizoen zijn die weer naar beneden gegaan. Um, maar ze, hebben er wel, allee, ze zijn wel nuchter genoeg om dat te kunnen doen. En ze blijven ook hard werken. Maar uiteindelijk zullen ze ook wel meer en meer gaan moeten spenderen. Omdat het gewoon de markt is. En ik weet niet of, ze daar, of de voorzitter daar nu al aan wil meedoen. Omdat ze ook al veel spelers hebben laten schieten. Omdat ze vijf miljoen meer moesten betalen. Ja. En hebben ze gezegd: hier is de grens en daar gaan ze ook niet over. Het is een voorzitter die op zijn centen zit. Ja, maar allee, terecht ook. Allee, terecht. Um... Ze doen het goed, ja. maar op een bepaald moment is goed doen niet meer genoeg. Mm -hmm. Omdat de markt evolueert, de Premier League evolueert. En, en de, de andere, andere clubs club, investeren wel. En de andere club, maar als je dan bijvoorbeeld ziet, Aston Villa of zo, die spenderen 100 ja. miljoen en gaan misschien toch naar beneden. Dus het uh, ja, is zo dat je bekijkt natuurlijk. Is Deitch ook de man die je overtuigd heeft om naar Burnley te trekken? Of, ja. of waar die gesprekken met die voorzitter? Nee, met nee de dat de was uh, met, uh, met de Gaffer. Dus die kwam uh, in de wedstrijd komen kijken. En noemde dat wandelvoetbal. Ja. <laughs> um, hij zei: Van ja, ik wil dat je komt. En. Uh, Waar zat je toen? In Anderlicht. Ja. En ik wil absoluut dat je komt. En um, in die volgende twee weken heeft hij mij elke dag gebeld of zo. Oké. Okay. En wat zegt hij dan? Uh, hi mate, how are you doing? Uh, just <laughs> want to check, check up on you. En ja, dan ja. Door verhaaltjes vertellen en dan. Hij uh, het zal fantastisch zijn, moet je, uh, moet je bij ons komen, zijn is een kans. De Premier League, fantastische competitie en weet dat je het heel goed doet. En dan, uh, dan kom je terug in de nationale ploeg en zo Ik was al aan, half aan het lachen. Hij uh. ja, wist wel perfect waar jij stond in je carrière op dat moment. Ja, hij ja, ja, wist alles. Hè. Dus ja. zij zijn ook mensen die ook alles weten over, over de spelers die ze binnenhalen. Die ze ja, want je zegt zelf: als je een bepaald karakter hebt, kom je er niet in bij ja. Bernie. Ik denk dat jij uh, de laatste transfer bent die ze overzees zijn gaan doen. Ja. Dus dat is al even je leren. Het is een heel Britse kern, heel, heel, heel ja, veel Ieren, denk ik ook. Ja. Uh, hoe viel, da, viel dat mee voor jou? Als, als, als Belg, als enige bijna niet-Brit daar? Uh, eigenlijk goed, want die, die, die jongens die zijn zo down to earth. Ja, die pak je nu direct mee in die groep. En dat is, ja, ik had dat nog nooit gezien. Dat is echt één groep. Bijvoorbeeld, wij hebben, allez, als wij zaterdag-zaterdag spelen, hebben wij zondag en woensdag vrij. En dan die dinsdag wordt er zo meestal uh, een WhatsApp in, in de groepchat gezet. Van, ja jongens, we gaan even uh, in de pub van, uh, om Samen. zes uur. Wie wilt komen, komt. En iedereen zit daar gewoon. En is dat dan tot de laatste call? Dat, dat... Ja, nee, dat hangt, dat hangt er vanaf. Is dat tot 9 uur of 10 uur? En, en, ja. uh, utten, maar er is... zitten ook wel wat jongens bij die op lagere niveaus gespeeld hebben. Ja, maar dat is, voor hun was de, allee, voor, voor, allee, zeggen, de helft van die kennen het was, was de Premier League, is daar hut, hut van hut. En, maar die mannen, die, geven ook, die, die trainen ook keihard. Dus dat, daar valt ook niks op, uh, niks op aan te merken. Die jongens die gaan door het vuur, die gaan door een muur. En ja, die weten ook dat ze niet de beste voetballers zijn. En zo'n avondje pub is nooit uit de hand gelopen. Uh, <laughs> wij hebben die uh, de befaamde christmas doen, de Christmas-parties. En uh, dan gaan we meestal, uh, ja, dat is zo twee dagen buitenland. Uit de hand lopen is nog nooit, want uh, er komt altijd wel zo security mee en zo. Voor ja, de, uh, wa voor wa waar in het buitenland. Ik, ja, je wij dan zijn twee keer naar Dublin gegaan, één keer Brussel hebben we gedaan. Uh, Was jij dan de organisator? In Brussel moest ik alles organiseren. Ja, ja. Ja, ja. Maar dan zijn we bijvoorbeeld... Uh, ja, het is een geweldige idee om allemaal... Ja, al de lettertjes van het alfabet in de dingen. En dan moest je een lettertje trekken en dan moest je een carnavalspak ermee gaan kopen. <laughs> en daar moesten wij de zondag dan mee op de kerstmarkt gaan rond hangen. Dus ik heb Hier mij... in Brussel. Hier in Brussel, dus ik heb me heel goed proberen te verkleiden. Welk welk glatter kunnen ja. jij getrokken? Uh, ik had uh, de P, dus ik had prisoner. Yes. En dan Joe Hart, die had dan uh, de D van dinosaur. <laughs> Dat was wel <een laughs> ja. echt super groot. Ja. het wel? Ja, passend. we dan uh, hebben wij zo een Engelse pub gevonden in Brussel. Ja. En dan een hele dag gezeten. En dan hebben wij die, die dj boot op, opgepakt en dan aan van die Engelse liedjes van. Uh, um, uh, hoe heet het weer? Van Oasis en zo. Ja, dat Heel zo, de album drogen en dan iedereen meezingen. Maar echt uit de hand lopen van vechten of zo is dat nooit geweest. Ja, ja, maar maar nee. dat is, ja, dat is een daar wel Zotte zuipers dan tussen ook. Echt? Ja, 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 ja. Maar dan is dat ook wel, he, de, de gaffer weet dat dan. En die zegt ook: van jongens, he, na de wedstrijd, wanneer dat we gaan vliegen. Jongens, ik weet het, het is Christmas due um, Maandag uh, 1 uur middags uh, zijn jullie allemaal daar. Uh, dat wordt geen zware training, maar iedereen moet op het veld staan. Ja. Dus ik wil geen zieken, ik wil geen, uh, ik wil geen uh, gekwetste, ik wil geen. Anders is het een super zware boete. Ja. Ja. En en dat is ook nooit gebeurd dan? Nee, dat is ook nooit gebeurd. Ja, voilà. dat, is, dat, is, dat is typisch voor die mentaliteit ja, dan voilà. waarschijnlijk. En de Gaffer gaat niet mee. Nee, dat wordt wel een beetje gestimuleerd. <laughs> maar ik denk wel dat zij ook wel op, met de staf wel apart uh, Christmas dood doen. En dat is, een, dat is een typisch traditie aan Bernie? Nee, of, of ja, dat is eigenlijk in de, de Premier League. Maar omdat die, ja, die grote ploegen, daar zit veel ja, is, media in en dat wordt nog wel snel geweten. Ik denk dat die dat echt wel ja, bij iemand thuis doen of zo. Of, of ja, heel, heel apart of zo. Of, of ja, zelfs niet. Want die mannen. Ja, dan danig internationaal is dat, dat. Als die Champions League ja. en Europa League ja. speelt, dus... Maar ik weet wel dat zo november, december, dat dat de Christmas-do-maanden zijn en dat de ploegen dan wel... Maar iedereen weet ook wel, wij gaan naar daar, wij gaan naar daar, dus dat we elkaar ook niet tegenkomen. Ja, dat wordt afgesproken met andere clubs. Ja, man. dat weten ze zo wel. <laughs> dan, dan, dan was er bijvoorbeeld, ah, we, kunnen, hè, we spelen in West Ham bijvoorbeeld, kunnen wij misschien een weekend Londen doen of ja. zo? En dan zeg ja, maar die mannen, ja, die van Tottenham doen dat misschien of zo, of dan... Hè, dus het dan, ik dat, het niet dat er dan contact over is. So, ja, dus Allee, ja, dat is wel. We uh, zien dat je niet de, dezelfde pup uitkiest. Om, ja, volgens mij. Ja. Ik heb ook wel het gevoel dat dat nooit echt in de pers verschijnt ofzo. Is, is dat dan respect van, van de journalisten ofzo die zeggen van. Ja, of, of wel heel goed georganiseerd. georganiseerd. Alleen, maar ik bedoel, Burnley. Allee. Ik denk qua internationale pers niemand interesseert nee. Een nationale pers eigenlijk. Tenzij het echt uit de hand ja. ik like Bijvoorbeeld West Brom die hadden in Spanje een taxi gestolen. En dan komt dat er wel niet natuurlijk. Maar wij, allee, wij hebben dan nooit, uh, nooit zoiets gedaan. En ik heb wel gezien ook dat Tottenham ook eens zo'n carnavalparty. had. ook ja. zo met Christmas-doel werd gedaan. Dus, ja. Wie was het grootste zwijn? Kan je een naam noemen? Goh, ik denk ja, dat is. Goh. Ja, al die Britten hè, die kunnen elkaar wel. Uh, is wel een reputatiehoogte. Is dat dan een echt speler? totdat ze neervallen, of...? of? Dat is... Uh, maar weet je, dat is zo... Die zijn ook maar gewoon om tot drie 4 uur s'nachts uit te gaan. Ja. Terwijl in België kunnen tot 6-7 uur, als je, als je het echt zult mm -hmm. uithangen, dan kun je tot 6-7 uur. Maar om 3 uur gingen die mannen ook... We uh, waren in Brussel, die mannen. En dan om 10 uur s morgens moesten terug in, in de bar van het hotel staan. <laughs> en ik dacht, oké... Dat is okay, stevig. Ja, ja. En dan ja, dan... Van tien uur morgens begint, hè. Dan wachten om twaalf uur dat de, dat de um, kerstmarkt open ging. heb je ja, daar wat ja, op die kerststalke's, wat die wat shotjes gedaan en dan in die pub gaan Zet, maar dan duurt dat tot acht uur omdat iedereen gewoon ja, goh. stevig. Ja, ja. Ik heb ook me laten vertellen dat er, dat er bij Burnley een soort van een, een rat is. Kan je dat even uh, uitleggen? Oh, ja, dat is... Oh, ja. Dat, uh, dat vond ik niet zo leuk. Nee, dat is elke vrijdag, omdat er zijn geen boetes in Burnley. Ja. Er worden geen boetes gegeven. Maar er is wel een rat met elk lettertje. En, uh, ik zie een thema. En elk lettertje heeft een, uh, een, een gag. Ja. Heeft zo, uh, bijvoorbeeld letter A is een minuut in de rivier gaan liggen. Oh. Uh, letter B is bijvoorbeeld... Uh, uh, wat was dat dus? Uh, groep uh, zingen, dus dan moest je twee anderen, dus dat is een met cijfertjes ook, uh, dus ik zeg bijvoorbeeld, jij bent te laat gekomen mm -hmm. ja, dus dan uh, dinsdag ben jij tien minuten te laat gekomen en dan, uh, ja, dan moet jij zo eerlijk zijn omdat dat te kunnen toegeven en dan moet jij aan dat rad draaien en dan um, dat staat er bijvoorbeeld bij lettertje B, staat er band en dan moet je eigenlijk voor twee anderen draaien die dan met je mee moeten komen zingen oh. een liedje ja. En dan, ja, je hebt zo, echt zo heel de alfabet. Maar er zijn ook zo een paar letters waar je geld terugkrijgt. Dus als je geluk hebt, is het te laat gekomen en kun je ineens zo 50 pond of 100 pond terug, terugkrijgen. maar dan staat er ook bij: uh, diner voor de staff. Dus dan moet jij een, een, een diner betalen voor de hele staf. <laughs> dus dat zijn wel. Uh, of top-bin challenge. En dan krijg je 10 ballen om die ergens in de vuilbak te, te shotten. En voor elke bal dat je mist, is het 50 pond of zo boete. Dus. Uh, als je echt pen hebt of veel een <laughs> zware boetes, maar dat is wel altijd lachen, omdat er ook nog soms zo, ja, uh, er mag ook gelachen worden, dat er zo foto's van vroeger van op het internet, uh, uh, dan mag je ook zo ineens zoiets voor te lachen en zo. Ja, ik, ik vraag me af wat je liefst doet, een boete betalen ik of een verlof zien? Ja, gewoon. Voilà. Want dan je ook afkopen. Ja. Dus je mocht drie keer, drie keer, <laughs> drie keer, per jaar je, dus je dingen moeder gag afkopen en dan zo die boyband bijvoorbeeld. Dan is dat als je dat wilt afkopen is dat 250 pond en gewoon hier ja, 250 ja, okay. pond. Waar, waar moet je dan zingen voor de kleedkamer is dan normaal? Ja, ja voor de hele groep, maar dan wordt de hele bijvoorbeeld de hele building dan uitgenodigd, uitgenodigd om te komen kijken en dan gaat dat van de kok tot, tot, tot de manager en iedereen zit daar. dat oh, als... er zangtalent bij Burley? Uh, nee, niet. Was wat, Joey Barton? Ja ook Joey met Barton. Uh, die zat er ook. Heb uh... je daar wel mee meegemaakt? Want dat is natuurlijk wel een fenomeen. Maar ik heb die is in januari. Die was in december mee aan het trainen, is in januari gekomen. En in februari of maart is dat zijn dat toen uitgekomen. En toen is hij ook gestopt met voetballen. Dus in die paar maanden hebben wij niet echt veel... Uh... Dus, is hij echt zo krankzinnig als hij overkomt? Hij is overkomt? Echt wel een goede gast. Echt wel een ah, goede ja. gast. Echt wel. Maar die past dan ook perfect in die club. Ja. En, uh, ja. en de trainer wist ook hoe hij dat, hem die moest, uh... dat hem daar moest doen. Uh, op sportief vlak, wie is de beste waar je mee... Hebt samengespeeld dan bij Burnie? Oh, wie is het beste bij Burnley? Want die kern nu, nu is, is wel een beetje te vergelijken nog met, met de kern van toen jij er zat. Ja, er zijn wel een uh, aantal spelers, maar ik vind. Ja, Popi, mm -hmm. topkeeper, Tarkovsky, verdediger. Wanneer bij Bunn komen, de verdedigers altijd iets beter uit de ja, te te verf. verf dan, ja. dan dingen. Hoor je nog jongens van daar? Want ja, als als soms zo, zo via Instagram. Als Popey zegt, vermoed ik ja, dat wel via ja, Instagram en zo. En dan ook zo via, via Twitter. Uh... Je hebt die zien opkomen ook, hè, Pope? Ja, maar ja, dat is, ja ook zo. Omdat Tom Heaton vond ik eigenlijk ook een goede keeper. Ja, ja. En die zijn schouder. Een door, dan aan zijn schouder? Komt uh, Popey erin? Speelt een fantastisch seizoen. Heaton komt terug, moet op de bank zitten. In dat volgende seizoen heeft Pope zijn schouder, mm. moest geopereerd mm. tot aan zijn schouder, dus speelt... Joe Hart is dan <laughs> dus Joe yes. Hart, maar dan liep het eigenlijk niet zo goed en werd hij het kind van de rekening, is Heaton terug in de goal gestaan in december. En eigenlijk vier weken later komt Pope terug, maar dan stond Heaton al in de goal. En toen ging het goed en ja, de gaffer heeft die gewoon eigenlijk laten staan, dus heeft Pope eigenlijk een half seizoen op de bank gezeten. En dan dat derde seizoen eigenlijk... En dan was dat zo'n beetje van, wie gaat er in de goal staan? Dan gaat Joe Hart, Tom Heaton en ook Pope drie Engelse na, nationale keepers ja, straffen. Snap en... je dat dat Poek nu in de nationale ploeg schrijven? Ja, absoluut. Want hij heeft een fantastisch seizoen, hè? Ja, fantastisch, maar zelfs het seizoen daarvoor. En, en, hij heeft niet de beste voeten, hmm. zeker niet. Zijn, zijn reflexen zijn, zijn, zijn fantastisch. Zijn, 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 zijn reflexen zijn, zijn fantastisch en... en ja, als je ziet hoe dat Pickford in het seizoen is. echt, je is je is echt ja. aan het sukkelen naar die Pickford. Dus. dus ja, uh, dus ja dan, dan moet je soms ook durven zeggen: van ja, ik ga nu misschien Nick Pope een kans geven. Met wie kwam je dan het overeen? Dus... Eigenlijk met heel de groep. Ja. Ik zat ook langs Goodmansen. die heeft dan wel in Holland gespeeld. Dus die, kon ook, die was dan zo'n beetje meer Europees ook. Ja. Ja. Maar die heeft dan ook ja, heel lang in Charlton en zo, in, in Londen gezeten. Dus met Goodman, eigenlijk met heel de. De ben heel net Ben je zelf tevreden over je prestaties bij gewoon, Burnley? Ik vind het gewoon jammer dat ik niet meer uh, um, heb kunnen doen voor, voor, voor die fans, voor de fans, omdat die, mij, ja, die hebben mij echt op handen gedragen. En ook, ja, ook soms op Twitter, en zo, als ik zoiets post, dan, dan ben je jammer zo te reageren. Kom terug naar Burnley. Ja, echt. Ja, echt uh, dus die zijn grote fan van Steven de Voer. Die zijn, die zijn grote fan van Steven de Voer. En ik vond dat fantastisch. Maar op dat moment toen ik. Uh, ja, voor Burnley moet je echt. Uh, topfit zijn. Top, top, topfit zijn. En, uh, ja. Dat is ook een speelstijl die enorm veel van je vergt. En nu moest ik even terug. Uh, ja, op mijn, niveau, op mijn niveau komen. En, en dan moet. Ja, en, en in Burnley, ja, dan, 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 dan. Het is alles of niks. Hoe is het om op uh, Turf Moor te spelen? ik vond dat een geweldige sfeer typisch Engels stadion echt vier losse tribunes eigenlijk ja. maar altijd, altijd positieve sfeer wel altijd wel ook als wij verloren of zo oké okay, jongens is niet erg volgende keer altijd, uh, altijd geweldig applaus na de wedstrijd vond ik fantastisch als ik aan Steven de Voer en Bernie denk is er één moment die altijd bij iedereen opkomt denk ik de fantastische vrije trap op, was op Old Trafford hè? op ja. Old Trafford is dat de mooiste goal de beste herinnering uit heel hele carrière? Of, of hoe moeten we well, dat eigenlijk, plaatsen? Eigenlijk de mooiste goal, ja, een vrije trap is een vrije trap. En die was geweldig goed <laughs> ja was scherien, die, er wel goed was die, die, die was geweldig goed getrapt. Maar mijn goal tegen Bristol City in de, in de FA Cup, die, vond ik, die was ja, mooier in zijn. Hebben jullie dan ook gewonnen op Man United bij die vrije trap? Nee, de laatste het... minuut. Stonden, die vrije trap was een 0-2. Dat is 2-2, denk ik. Hè? En het is, uh, in de laatste minuut uh, Scort Lina 2 2-2. Ja, dat is het nog, nog mooier gebeuren, gemaakt. Met. Maar wij speelden, wacht. Het eerste jaar speelden wij 0-0 op Manchester. Het tweede jaar is dan 2-2. Het derde jaar ook 2-2. En nu hebben ze gewonnen 1-2, denk ik. Ja. Dus um, wij spelen graag op United. <laughs> En niemand speelt recht tegen Burnley, vermoed ik. Hè? Nee, dat is echt ook. Als ik in de nationale ploeg kwam en dan, uh, ja, dan dacht ik, ah, Duffelgolds, me Burnley, wat is dat? En dan, als hij zo echt s'avonds naar Burnley moet komen, dan is het eigenlijk, uh, daar heeft er eigenlijk niemand goed gezien op s'avonds. In Burnley te kort. Dat is al een mentaal voordeel, hè? Als je aan die, aan die wedstrijd begint voor Burnley. Ja, ja, ja maar ja, wij dan dan ook, ja, bij ons is dat echt gewoon 90 uh, minuten gas geven. Lijkt dat dan ook kom. aan het stadion of aan, aan, aan de sfeer? Uiteraard ja, ook wel. Ik heb bijvoorbeeld uh, een zomer meegemaakt waar, het dan, uh, waar wij vijf dagen zon hebben gehad in juli en augustus. <laughs> ja, dat uh, weinig. En, en regen en grijs gewoon. <laughs> en, 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 ja, en als je dan zo'n Tuesday night naar Burnley moet, dat is. Uh, dat is niet plezant voor een tekst, dan is wat winderig, regen. En als er dan ook zo van die stevige mannen in je rug komen... Vreken, ja, voilà, het maar... is dat. Dan om ja knokvoetbal te spelen, ja. Was het de plezantste competitie waar dat je ooit gespeeld hebt? Ja, dat, dat stopte nooit. Dus je stond 2-0 voor en je wist niet of dat je ging winnen of niet. En dan je moest gewoon blijven gaan. En, en, ja. Wat is de plezantste verplaatsing om te gaan spelen dan? Oh, de plezantste verplaatsing... Ik vond United wel leuk, City was dan minder leuk omdat we er altijd 5 binnen kregen. <laughs> maar dat is standaard, dat lijkt altijd, Bernie verliest altijd 5-0 ja. van, van City, dat is dat Jean Deitch, zegt zegt dan bewust, uh, Ja, boys tegen City, dat ligt ons totaal niet? <laughs> nee, wij, wij we proberen wel altijd dat goed te doen, maar uh, City heeft zoiets van als je 1-0 maakt, die snel 2-0 en 3-0 ja. en dat is altijd zo bij ons geweest. Zo, ja. Ja, ik, waarom? Heb, ik heb altijd in mijn fantasy de keeper van Burnley in mijn doel altijd. Ja. En ik weet gewoon ik moet die twee weken op seizoen eruit halen en dan ja, City dat, dat lijkt is... alsof dat alhoewel als wij als die in Burnley spelen dan is dat meestal wel iets is gelijk gespeeld denk ik en, en, en... dan is hij iets anders maar in, ja, in City waarom? Speelt daar dan ook de beste tegenstander die je zet tegen Voor mij Komen wel, ja. uit de Premier League. Ja. Kevin dan. Achter hem lopen vooral, heel de match. Ja, Kevin liep wel meer van voor. Hè. Die liep ze altijd ja, in dat hoekschip, in de rechterkant. Dus dat was wel even aan mij, aan de andere kant. Maar ja, als je Kevin volgt, dan komt er een gat en dan ja, loopt David Silva daarin en dan loopt er een andere in. Ja, en... En Het en komt van alle kanten. En er nog Sterling. En en ja, Sterling, is dus die man, ja. En dan komt Mendy ook nog in dat middenveld. Uh... Ja, dus het, ja, het stopt eigenlijk niet. Hè? Ja, met dat we het over mensen die hebben, toen mij ook denken aan, aan uh, dat vliegtuigje van Bernie. Uh, wat was dat, wildlife Lives Matter? Ja. Uh, hing eraan. Um, wat mij ook keihard opvalt aan de kern van Bernie, en dat is enerzijds, uh, we hebben het over karakter gehad, dat daarop gescout wordt. Het valt mij ook op dat er weinig uh, gekleurde spelers, zeg maar, spelen. Heb je daar een? een ja, is dat, ik wil er geen waardeoordeel mee doen of zo, maar. We hebben er wel. We hebben Andre Grey gehad bijvoorbeeld. Ja. Um, we hebben ja, Tendai Darqua gehad. Die, die waren er ook. Maar het waarom? Ja, ik weet het niet. Gewoon eerder toevallig, echt op, op basis ja, van karakteristieken en, en ook, dat is haalbaarheid van, van aankopen. Ja, misschien dat is misschien ook omdat ze uit die Ierse, Schotse vijver, en Engelse vijver. Ja, ja, voilà. Ik denk dat dat echt uh, typische Engelse mentaliteit is en uh, op karakteristieken ik um, denk niet dat dat iets met, met, uh, met iets anders te maken heeft, mm -hmm. dus gewoon die ploeg is zo, zo gebouwd, in de jeugd speelde er ook een aantal uh, gekleurde jongens. Ja, die indruk kreeg je kreeg ook niet, want als je dan direct de verontschuldiging zag van, ja, van voilà, Ben, ben Mee die, die Mie zei was, dat, hij, ey, die de fans eigenlijk aanviel, die heel oprecht gedaan hè? hadden, ja. dat was wel oprecht. Dus, uh, Goeie kapitein, Ben Mie. ja Fantastische absoluut. gast. Fantastisch. Fantastische gast, ja, absoluut. En, ja, hij komt van de jeugd van Man City en uh, zo zijn, uh, zijn carrière gemaakt bij Burnley. Ik denk dat veel jongens eigenlijk hun carrière gemaakt hebben bij ik zie ook Michael Keane, jeugd mm -hmm. van Manchester United. Oh. Komt dan bij Burnley speelt fantastisch bij Burnley, gaat dan naar Everton. Er zijn er veel, uh, veel jongens die eigenlijk naar Burnley komen en dan ineens een, uh, een geweldige carrière of, of een hele carrière bij Burnley, gelijk, ben me. Mm -hmm. Fantastische speler. Wa waarom is dat een fantastische kapitein? Um, omdat hij zal altijd zeggen waar het op staat, ja. een heel rustige jongen, heel, altijd heel behulpzaam, maar als het, uh, als het niet gaat zoals het moet gaan, dan, uh, dan zegt hij het gewoon rechtstreeks in je gezicht en dat vind ik ook wel fantastisch aan die jongens. Die kunnen echt, allee, soms als je vrienden met elkaar hebt, durf je elkaar niet zeggen van hé, hey, mm -hmm. wat is het? En dat hebben we ze wel. En, maar dan is ook na de matjes, dat dan ook... Uh, allee, kom jongens, we gaan een pintje drinken in de pub. En dan is dat ook weer, is dat ook weer al vergeten. Zoals het moet zijn eigenlijk. Hè? Ja, zoals, ja. Het, zoals het moet zijn. Maar veel mensen hebben daar wel moeite mee. Als er iemand tegen u zit te schreeuwen van... Ja, jongen, dat... vandaag... Uh... Het lijkt mij ook vrij atypisch voor het wereldje. Zo open en eerlijk zijn tegen elkaar. Ja, maar als, dat vind als... ik ook... Ik vond dat zo'n atypische voetbalclub, Burnley. En dat was zo, eigenlijk zo plezant. Dat is eigenlijk onverwachts ook vermoedelijk. Ja, zo onverwachts. En alle verwachtingen overtroffen denk ik. Ja, absoluut Absoluut en eigenlijk ja, ook een geweldig toffe club en een, en een geweldige coach. Eén ja, speler die we nog niet genoemd hebben, ik denk dat je ook het begin van, van hem hebt meegemaakt, is Dwight McNeil. Vind ik wel echt, was een heel goede shotter. Ja, die worden een beetje de die match geschreven, maar ze hebben natuurlijk heel veel flankaanvallers in Engeland. Ja, wat, wat, wat is de rol van Sean Dyche in het ontwikkelen van, van jonge gasten? Ja, die trainde heel lang mee met ons. Maar uh, ja, Sean Dyche is dan meer iemand die graag ervaren mannen gebruikt, maar dan in het jaar van het Europees voetbal. Ja. Veel de ploeg heeft zitten wisselen en die heeft Dwight McNeil, uh, ja Robbie Brady zat dan nog, ja die heeft dan ook qua uh, oh, blessure gehad. Ja, die heeft dan ook zo gelijk mij we waren toen alle twee zwaar gekwetst. Uh, en toen in die zomer moesten wij natuurlijk die, die um, uh, Europa League wedstrijden spelen. Die voorrondes, ja. Die voorrondes, komt er ook nog eens bij dan. Ja, en, en de competitie begon dan, dus uh, ja, we dan echt mixen en toen heeft Dwight McNeil zijn kans gegeven en die heeft dat supergoed gedaan. En de ploeg draaide ook niet in het begin, en dan heeft hij Dwight, Dwight erin gezet en die, die was eigenlijk altijd in die eerste wedstrijd altijd de beste, en dan heeft hij er eigenlijk gewoon altijd in gestaan. Dus hij durft hem ook wisselen bij de rust. Een paar ja, maar dan die, eerste... die kan ook zeggen van jongen, weet je, het is uw wedstrijd, niet, maakt niet uit. Ja. Hij, vandaag legt, was... hij legt het wel uit dan. Uh, hij zegt het gewoon van ja. vandaag is die wedstrijd niet, het is goed, ik is ook een jonge gast, het is niet voilà. maar dan speelt hij volgende week wel terug. Ja. Want dat kan gevaarlijk zijn met een jonge gast, bijvoorbeeld, als je die na 45 minuten naar de kant haalt, dat je die dan een beetje onder de grond ja, steekt. Wat er dan waarschijnlijk gebeurt, is hij na de match even bij, mij, even bij hem geroepen en gezegd: Van Dwight, vandaag was het, je dag, niet, ik, ik neem er u liever nu dan af. Mm -hmm. um, maar volgende week, geen probleem. Hoe hoog schat geminkt, wat talent, McNeil? Uh, ja, als je zo verder doet, zal hij wel niet lang in Burnley blijven. En Dan zal het. Uh zal het richting uh, misschien eerst subtop of zo. En, uh, oh, ik denk misschien als zien in, 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 um, in Everton. Eerst ja. of zo. En dan ja, richting Tottenham of zo. Zo'n Tottenham die dan. Ja. Als José ja. Mourinho weg is. <laughs> Dat ze dan meer mag voetballen. <laughs> hoe, hoe, hoe is de stad Bernie, Tot slot: een uh, typische arbeidersstad Jij woonde niet in Burnley, hè? Nee, wij woonden niet in Burnley. Uh, ik denk geen enkele speler Geen enkele speler in Burnley? Wat er daar niks te beleven is, eigenlijk? Er uh, is dus daar uh, niet zoveel te doen. Het is wel een geweldige stad, geweldige mensen. Maar wij kwamen allemaal vanuit, uh, vanuit Manchester, wat dan meer internationaal is. Ja. Um, Zou je... Voor iemand als mij dat dan, is dat dan... Zou dat dan je het, het als trip aanraden aan voetbalfans? Probeer eens naar Burnie te gaan. <laughs> maar voor, uh, voor de voetbal te zien, absoluut. Ja, ja. Ik zou er wel graag eens naartoe gaan, ja. naar Turfmoor. Geweldig, geweldig, uh, geweldig fish and chips eten. Ja, dus. ja voilà. Maar ik, de, boven Burnie is er ook zo, is, een soort van groene zone, zeker. Er is ja. heel veel groen, ja. heel veel groen. Ik denk ook als je op de straten een bepaald, uh, dan kan je ook uh, Turfmoor uh, zien. Volg je de rest van de Premier League nog een beetje? Ik volg, ja, ik volg nu de resultaten. Ik kijk eigenlijk. Ja, nu met, met, die, met die corona kijk eigenlijk geen voetbal, ik vind dat super irritant. Dat ja. snap ik wel. Zonder publiek... Eh. Ja, ik vind dat, zelfs dat ze daar geluidjes bij doen, dat vind ik ook niet, maar... Ik wissel soms af, ik wissel soms naar een wedstrijd met extra geluid. Ja, maar ik kan daar niet in komen, die wedstrijden zien dan... Ja, ja. snap ik wel. Denk dat dan denk ik dat aan een veredelde vriendenmatch ah, ja, ja, ik ben er echt volledig over, maar ik vermoed dat, dat als speler. Ja kunt u meer inbeelden wat dat verandert voor, voor de ja, mensen die op het veld staan. Die... Soms word je opgepept, of soms denk je van oh, wat is hier aan het gebeuren? Ja. En je ziet ook nu veel thuisploegen hun thuisvoordeel verliezen. Ja, ik, dat vind ik ook straf aan, aan Bernie, dat die wel gewoon ook blijven presteren, terwijl ik dacht van, de rol van Turf Moor is daar best groot in, maar die doen het nu ook gewoon zonder publiek. Ja, maar, omdat die jongens hebben die mentaliteit om er altijd voor te gaan. En, ja. en sommige... Andere ploegen ja, leven van supporters om... is ja, zo'n Bournemouth zit er keihard vanaf, heb ik de indruk, dat die geen fans meer hebben. Ja. Het zit er ook maar 11.000 in, te vertellen. Ja, maar ze zitten er wel kort op, toch? Ja. Ik had meer dat gevoel bij Norwich, bijvoorbeeld. Ja, die zijn helemaal leeggelopen, maar... Carrow Road kan ook wel... Ja, Villa met publiek ...wel zo, leven. Toch? Ja, Villa bijvoorbeeld, dat is, dat, is, dat is misschien wel het beste voorbeeld. Die... Oké, okay, ze doen het nu wel iets beter, hebben nu 7 op 9 gehaald, maar... Ja, het is... Ja, dus eigenlijk... Het is voor die kleinere clubs vooral ambitant als ze zonder publiek moeten spelen. Want zoals gezegd, ze zijn het thuisvoordeel kwijt. Zeker ja. als je tegen een Manchester United moet spelen, dan, 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 ja, dan gaat er iets leven in dat stadion. Zeker zo een Villa Park of Turfmoor. Dus uh, ja, dat is, is ambitant ja. voor die ploegen. Ja, er staat wel nog veel op het spel natuurlijk zondag. We hebben het al even de degradatiestrijd ja, wat, ja. aangeraakt. Uh, daar staat Aston Villa er nu het best voor? Ja, die hebben dus uh, 1-0 gewonnen van Arsenal. Arsenal dat uh, bijzonder zwak was. Dat moet niet meer hè, voor Arsenal, denk ik. Ja, het Zit moet we... niet meer. Ze hebben natuurlijk die, die FA Cup-finale, maar ik vind dat toch uh, risky in hun situatie om alles op die FA Cup-finale te zetten tegen Chelsea. Ja, je kunt beter in die flow blijven van goed ja, blijven spelen en, en zo blijven doordoen. Want, want ja, is... als je eruit geraakt, is dat heel moeilijk om er ja. in te geraken. En ja. okay. Okay, kun je kunt wel focussen op die ene match, maar je kunt die ook missen natuurlijk. Dus ja, ja, jij, nou... jij bent nu speler van Arsenal. Je, je speelt zondag nog een wedstrijd voor niets eigenlijk en de week daarna de finale van de FA Cup. Staat jij dan liefst... Op het veld? Of ja, op het veld. Geen risico nemen? Op en het veld. Zeker fietsen daarna. Ik heb ook iets meegemaakt. In mijn eerste daar speelden wij de bekerfinaal tegen Club Brugge en dan de laatste wedstrijd speelden wij op Moes en hebben we eigenlijk met een volledige B-ploeg gespeeld. Wij en, dus hebben we eigenlijk een week geen wedstrijd gehad en dan hebben we dat eigenlijk wel gevoeld want die week, twee weken ervoor speelden wij thuis tegen de Brugge hebben die volledig van de mat gespeeld. En dan komen we in de bekerfinaal en komen we er niet aan te pas Is dat de goal van Ishiaku? Ja. Ja. Heb jij met Burnie ooit iets betekend in Bekers? Nee, we waren er altijd vrij snel uit. was nooit een doelstelling ook. Ja, maar allee, bij ons die gaf iedereen. Ah, die, die wisselde de ploeg wel. Wat we wel hebben heb gedaan is dat tegen de eeuwige rivaal um, Blackburn gewonnen. Dat de supporters geweldig. Ah, is dat de rivaliteit? Dat, dat is de fiek, grote ja. rivaliteit. Okay. Ja. En jullie hebben elkaar net mislopen? Of, of hoe zit dat? Blackburn zit nu toch wel al lefkus oh, in het tweede We zijn ja. Ja. Je bent ook naar de League One geweest. Ja, juist. Die hebben heel laag. Laag gezeten. Hmm. Uh, ja, Bournemouth die staan er heel slecht voor. Well, zij moeten winnen. Dat is de, het enigste dat ze weten. Dus, uh, en dan hopen dat de rest meevalt. Tegen wie speelt Bournemouth nog? Bournemouth speelt op Everton. En ze hebben, uh, dus doelsaldo is ook belangrijk nu in, in, in deze ja, fase dus West Ham en Villa hebben 34 punten. West Ham is zeker, hè? Uh, ja, West Ham is zeker. Watford heeft er uh, 34. Villa ja, heeft er 34. 35, en, uh, Bournemouth dan 31. Bournemouth heeft min 27. Watford min 27 doel en Aston Villa op min 26. Dus het wordt dan nog spannend. Ja, dus Watford speelt op Arsenal, um, Aston Villa speelt op uh, West Ham en dus uh, Mornit op Everton. Drie ploegen, drie tegenstanders die Houdaar eigenlijk niets ja. meer te bewijzen hebben, maar uh, we moeten natuurlijk wel tegen winnen. Ja, voilà. Het is dat. Um, ja, Villa zit in de flow, dus ik denk dat die zich wel kunnen redden, want West Ham is, is, is uitgespeeld nu. Uh, maar ik vraag me wel af, um, het is Arsenal-Watford, drie jaar geleden, Troy Deeney, die kende wel waarschijnlijk, um, heeft daar zoiets gezegd over um, spelers van Arsenal hebben niet de, de cojones, de ballen, om, om tegen uh, de ploegen als Watford te spelen. En dat is nu redelijk aan het, uh, als een boomerang in zijn gezicht, aan het terugkeren. Dus, ik denk wel dat de Arsenal... Uh serieus gemotiveerd zal zijn. Zou dat, zou dat iets zijn dat jou ook zou motiveren, zo de uitspraken van drie jaar geleden? Ja, als ik daarbij was bijvoorbeeld, ja. en, en ik zit daar nu nog, dan uh, ja, dan mag die zich wel eens dan mag je zich wel ver iets verwachten. Ja. En die hebben ook nu van trainer geswitcht. Ja, snap je dat? Ze staan daar met twee, speeldagen voor het einde. Nee, dat snap ik niet. Alleen in principe kan er eigenlijk weinig en, veranderen. En vooral raar dat ze dan ook geen echte vervanger aanstellen, maar dat ze het met assistenten doen. Ja, blijkbaar is er iets gebeurd. Op West Ham is Nigel Pearson met waarschijnlijk de voorzitter of Metro. Die niet, dat ze nog niet heel duidelijk heeft wat woorden gehad of is er geduwd en getrokken geweest. Dus dat zou, zou een van de redenen zijn dat hij eruit ligt. Maar ik vind ja, dat is gewoon een club kapot maken, toch, op die manier. Ja, absoluut. En, en ja, op zo'n korte tijd kunnen we ook niets veranderen, veranderen. Want het zijn de spelers die geloven op dat nee. moment tegen dan maar tegen Uitschrijven. Nee, nee, niet in niet. een schok-effect. Nee, nee, nee. nee. Allee, zeker niet op, op deze fase. Allee, je kunt ook niet. Ik Nog niet even zeggen, oh, we gaan bouwen naar. Maar je, je hebt nog wat ja, maar je bestrijd, ook geen ja. tijd om, om, om ja, te trainen, want die wedstrijden volgen ja, elkaar we ja, zo snel. En ik vond dat als ik keek naar die wedstrijd was ook niet duidelijk wie van die. die alsof dat die twee aan de zijlijn ook niet wisten wat hij die, wat die aan het doen was. Ja, toevoegen. maar wat mij betreft kunnen die, die twee Harvey Mullins ja, en Ramsack niks, nee, niks kwalijk nemen. It, wat mij vooral stuitte bij Watford was. was de, de mentaliteit waarmee ze alles op het veld stonden. Maar ze hebben dat wel al een paar jaar zo voor Ze hebben dan één ha goed half seizoen gehad. Ja. Wat is het? Vorig jaar, denk nee, ik, of zo. Ja, vorig jaar of twee jaar geleden. Maar met Silva. Dat is zo heel met, dicht, met en met Silva. Die ja. dan naar, en dan na nieuwjaar zijn die weer in kaart. Maar die, die zijn altijd zo juist, juist erop. Juist boven de degradatie geweest. Het is een rare ploeg. Die, die, ja, het is de, de twaalfde manager uh, in tien jaar tijd bij de, met de Pozzels. Dat, dat is een club. Je kunt die niet omschrijven, die hebben geen identiteit. Wat dat, bijvoorbeeld de troef is van Burnie wel. Ja. Die hebben wel identiteit. En ik denk dat er intrinsiek misschien meer kwaliteit, dat is misschien een gewaagde uitspraak, maar misschien meer talent bij, bij Watford zit. Wat betere shotters die Individuele spelers, je hebt zo'n De die daar wel zat en, en Pereira. En... Oh, dan zie je hoe belangrijk het beleid ja. aan de hand van de manager wel is. Door de, hoe goed dat Burnie dat doet. Ja, dat is het, dat is het, het, het verbazende aan Burnie ook. Hè? Dat ze met die, sorry dat ik het woord gebruik, met die beperkte selectie. Uh, dat ze zo fantastisch do uh, doen. Ze staan nu negen, ze hebben evenveel punten als, als twee, twee seizoenen geleden. toen jullie Europees voetbal hadden. Ja, dus ze kunnen nog uh, een plaats winnen. Dat is gewoon ja, een fenomenaal seizoen dat ze draaien. Dus. Ja, absoluut. En, en, ik zeg het, dat, dat is alleen maar hard werken. Ja. Dus, uh, alleen, je moet natuurlijk wel talent hebben om in de Premier League Ja, natuurlijk. Ja. Veel, uh, maar als je tegenover anderen, in de Premier League, hebben ze, hebben ze elke ploeg heeft wel zijn individuele talenten. terwijl bij ons eigenlijk de groep is. En waar dan af en toe is een individueel talent uitstijgen mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, maar het is vooral keihard werken. Die mentaliteit zit gewoon zo goed. Want ik denk, elk jaar heeft Burnley een diepje, en dat is meestal rond december, januari dat wij een diepje hebben. Dat uh, veel op elkaar is. Ja, nee, je kunt het niet. Maar dat is altijd heel dus erg ja, hè? He? De, de kennisfeestjes. Dat, <laughs> dat derde jaar met Europees voetbal, waar wij bijvoorbeeld de eerste tot aan november heel slecht zaten, wij in de degradatie, boven de degradatie nou en dan. Was hij ineens 15 op 15 of zo en dan was een trein weer vertrokken. Dus. Bovenin, is de situatie in Pak duidelijker voor de laatste Champions League plaatsen? Uh, ja, het is Leicester Manu en dan Chelsea Wolverhampton. Dus twee hele fijne wedstrijden waar heel veel spanning op zit, waar er druk op zit. En, en dat doet soms wel iets met spelen, speler, denk ik. Als er zo van die finales zijn dat je moet spelen. Er ja, zijn er Ch die, daar, die dat nodig hebben en er zijn er die daar die volledig onder doorgaan. Chelsea valt er enkel uit als Leicester en United gelijk spelen? En als zij zelf verliezen van Wolves. En dat zijn een paar voorwaarden, ja. En United en Leicester, de winnaar daarvan, is ook zeker van een plaatsje in de top ja, vier. Die gaan het onder elkaar beslissen. En dan zien we, dan zien we wat Chelsea doet tegenover hen. We zijn ook al zeker van twee nieuwkomers volgend jaar in de Premier League. Ja, een, een buur van Burnley, Leeds, komt terug. Dus, ja. uh, na 16 jaar uh, is dat wel een naam is voor de Premier League. Ook West Brom komt terug. Heb je daar ooit gespeeld? Leeds? Tegen Leeds? Nee, Leeds niet. West Brom wel. Leeds niet. Wat is dat? De Hawthorns? Uh, ja, oké. Okay. Mijn eerste seizoen hebben we daar 4-1 verloren. Of zo. Dat was niet zo plezant. Ook zo, uh, zo'n on-Burney score. 4-1 ja, verliezen. Dat, we hebben dat altijd zo wel eens één keer of. Tegen City en tegen West Brom. Uh, ja, <laughs> een ja. paar keer in het seizoen en dan wordt ja, Gaffer enorm kwaad. Maar West Brom was altijd wel een vrij stabiele club. Uh. Maar dan heeft hij dat één seizoen gehad waar hij ineens niks niet meer uh, ja. konden doen. Durft hij dan wel eens roepen zo, Sean Daj? Ja, ja, ja. Zelf ja. al slachtoffer van geweest? Al slachtoffer van geweest, ja. Allee, als groep en dan ook eventjes van. Ja. Uh, en jij ook? <laughs> hij durft het wel. <laughs> ja. En de derde promovendus wordt iemand uit het lijstje. Wie is het allemaal? Brentford, uh, Swansea, Cardiff of Fulham? Fulham, ja. Londen tegen Wales, hè? Is het? Ik weet niet of dat er... Ik heb daar niet meteen een voorkeur voor, voor die, voor die ploeg maar ik vind het wel opvallend dat Brentford in de laatste twee matchen twee keer verloren heeft. Die waren een enorme opmars bezig. Die waren West Brom aan het inhalen. En die hebben echt wel punten laten liggen, West Brom. En nu Brentford twee keer verloren. Dus eh, zoals... Ja, niet met de druk kunnen omgaan, denk ja, ik. Ja, waarschijnlijk dat de druk... Dat het van moeten... Als het van moeten is, dan is het altijd anders dan... dan... Oké, okay, we zullen wel zien waar dat we eindigen. Ja, maar... want ze verliezen, ze verliezen nu van de 20ste de, de, ja, de of de 21ste. Het zijn ja. er 24, in, natuurlijk in die competitie. Dus ja, dat zijn opvallende uitslagen geweest. Dus ik ben benieuwd wie dat er met, uh, met het momentum gaat lopen en dan in die finale uh, ja. kan staan. Ja, binnen twee weken zijn we dus zeker wie de derde promo-vendus is. Ja. Dan doen we hier ook een championship spe special in Mid-Mid Mid Kick ja, Rush. Ja, dat gaan we dan een keer belichten. Uh, morgen is er ook Mid-Mid, uh, de gewone Mid-Mid, uh, met uh, Stijn Francis, de zaakwaarnemer. Uh, en dan rest mij enkel nog jullie te bedanken voor vandaag. Steven, ik vond het een fantastische babbel ja, over Bernie. Blij ja, dat we hebben bijgeleerd. Ja, absoluut. En uh, Jelle, tot de uh, volgende week. Tot volgende week.